Hey Koeroe, gefeliciteerd met je nieuwe contract. Hoe blij ben je? Ja, heel blij natuurlijk. Het is een mooi gevoel en het vertrouwen wat de club in mij uitspreekt, dus het voelt zeker goed. Waarom wil je graag blijven? Ja, ik ben hier natuurlijk nog lang niet klaar. Ik kom hier vanuit de jeugd. Ik heb hier het hele plan doorlopen. Ik ben nu bij het eerste elftal. Ik maak me minuten gelukkig. En voor mijn gevoel ben ik nog lang niet klaar. Ik wil hier nog hele mooie dingen bereiken. Wat zijn die dingen dan die je wil bereiken hier nog? Nou, sowieso werk aan mijn eigen ontwikkelpunten. Ik bedoel, iedereen weet nou wel dat ik mooie acties in huis heb. Maar ik vind van mezelf dat het rendement wel omhoog moet. En dat ik nog belangrijker kan en wil zijn voor het team. Dat is iets wat ik iedere keer meeneem. Ik bedoel, ik kijk mijn wedstrijden terug en dan zie ik wat goed gaat en wat beter kan. En daar werk ik aan. Wat gaat er dan wel goed? Ja, de dreiging die ik breng. Ik bedoel, iedere wedstrijd krijg ik zomaar momenten. En het is nou aan mij om die om te zetten in de rendement. Je bent momenteel ook eigenlijk een vaste basisspeler. Had je dat verwacht vooraf? Niet verwacht, maar natuurlijk wel gehoopt. Dat was wel een van mijn doelen aan het begin van het seizoen. Dus het is een goede stap in de juiste richting. Maar ik wil dat ik nog dominanter mag zijn. En dit nieuwe contract, is dat ook een beloning dan voor hoe het nu gaat? Ja, zeker. Ik bedoel, het gaat goed. Ondanks mijn ontwikkelpunten gaat het gewoon heel goed. En dat is gewoon het vertrouwen wat de club in mij uitspreekt. En dat vertrouwen wil ik omzetten in meer goals en assists. Praat je er ook met de trainer over dan bijvoorbeeld? Over wat er beter kan of hoe je eraan kunt werken? Ja, tuurlijk. We hebben goed contact samen. Hij zegt ook tegen mij wat goed gaat en wat beter kan. En daar aan de hand van trainingen helpt hij me daarbij wat ik daarbij kan doen. Dan wil ik graag even naar de wedstrijd tegen Den Bosch. Dan maak je je eerste doelpunt. En mooie ook nog. Kun je ons eens meenemen naar dat moment, hoe dat was? Ja, het was een heel mooi moment. Het was inderdaad mijn eerste. We stonden achter. Ik maakte de 1-1 op een mooie manier. Ik schoot hem in de kruising. Het voelde heel goed. Zeker omdat het op zo'n moment mijn eerste was. De gelijkmaker ook nog een belangrijke. Dus dat is extra mooi en het smaakt naar meer. Viel het dan ook een soort last van je schouders af dat je je eerste doelpunt te pakken had? Ik denk onbewust toch wel. Ik werd er toch wel een beetje mee bezig als aanvaller. Maar het is mooi dat die eerste nou gevallen is en de rest moet hopelijk snel volgen.